Het eeuwige ware, eeuwige schone en eeuwige goede. Bij de inleiding tot deze filosofiecursus heb ik gezegd dat het vaak handig is om te vragen wat het project van een bepaalde filosoof is. Daarom stel ik nu de vraag, wat wilde Plato onderzoeken? Heel in het kort kunnen we vaststellen dat Plato zich bezighield met de relatie tussen het eeuwige en onveranderlijke aan de ene kant en dat wat stroomt aan de andere kant. Dus net als de presocratici dat deden. We zeiden dat de sofisten en Socrates zich van natuurfilosofische vraagstukken hadden afgewend en zich meer met de mens en de maatschappij gingen bezighouden. Dat klopt op zich wel, maar ook de sofisten en Socrates hielden zich op een bepaalde manier bezig met de relatie tussen het eeuwige en altijd aanwezige aan de ene kant en het stromende aan de andere kant. Aan dat vraagstuk zaten bepaalde aspecten die hen interesseerden en wel de menselijke moraal en de maatschappelijke idealen of deugden. Grofweg vonden de sofisten dat de vraag wat goed en fout is, iets is wat het stadstaat tot stadstaat en van generatie tot generatie kan verschillen. De vraag over goed en fout is dus iets stromends. Socrates kon het niet accepteren. Volgens hem bestonden er eeuwige, tijdloze regels voor wat goed en fout is. Door een verstand te gebruiken kunnen alle mensen dergelijke onveranderlijke normen ontdekken. Want het menselijk verstand is nu juist iets wat eeuwig en onveranderlijk is. Kun je het volgen, Sophie? Dan komt Plato. Hij houdt zich bezig met zowel het eeuwige en onveranderlijke in de natuur, als met het eeuwige en onveranderlijke in de moraal en het maatschappelijk leven. Ja, voor Plato wordt dit in één hetzelfde. Hij probeert vat te krijgen op een eigen werkelijkheid die eeuwig en onveranderlijk is. En eerlijk gezegd zijn filosofen daar ook voor. Zij zijn er niet op uit om het mooiste meisje van het jaar te kiezen of de goedkoopste tomaten van de donderdag uit te zoeken. Daarom zijn ze niet altijd even populair. De filosofen kijken met argusogen naar dergelijke verleidelijke en tijdelijke actuele zaken. Ze proberen iets te ontwaren wat eeuwig waar, eeuwig schoon en eeuwig goed is. Daarmee kunnen we in elk geval de hoofdlijnen van Plato's filosofische project ontwaren. Vanaf nu houden we ons met één ding tegelijk bezig. We gaan proberen een merkwaardige gedachtegang te begrijpen. De diepe sporen in de hele late Europese filosofie heeft achtergelaten. De ideeënwereld. Zowel Empedocles als Democritus heeft erop gewezen dat alle fenomenen in de natuur stromen, maar dat er niettemin iets moet zijn wat nooit verandert, de vier grondstoffen of de atomen. Plato interesseert zich voor dezelfde probleemstelling, maar op een heel andere manier. Volgens Plato stroomt alles wat we in de natuur kunnen aanraken en voelen. Er bestaan dus geen onvergankelijke basisstoffen. Absoluut alles wat tot de zintuiglijke wereld behoort is gemaakt van een materiaal dat door de tijd wordt aangevreten. Maar ook is alles gevormd volgens een tijdloze vorm die eeuwig en onveranderlijk is. Begrijp je wel of niet? Waarom zijn alle paden gelijk, Sophie? Misschien denk je dat dat niet waar is. Maar er bestaat wel degelijk iets wat alle paden gemeen hebben, waardoor we een paard altijd kunnen herkennen. Elk afzonderlijk paard stroomt, natuurlijk. Het kan oud en mank zijn en zal uiteindelijk ook ziek worden en sterven. Maar de eigenlijke vorm van een paard, de paardheid, is eeuwig en onveranderlijk. Voor Plato is het eeuwig en onveranderlijke dus geen fysische oerstof. Het eeuwig en onveranderlijke bestaat uit geestelijke of abstracte modellen waarna alle fenomenen zijn gevormd. Samengevat, de presocratici gaven een heel plausibele verklaring voor de veranderingen in de natuur zonder te hoeven veronderstellen dat er iets verandert. In de natuurlijke kringloop bevindt zich een aantal eeuwige en constante ondeelbare deeltjes dat niet vergaat, stelden ze. Maar dan, Sophie, ik zeg maar dan, ze konden geen redelijk antwoord geven op de vraag hoe deze ondeelbare deeltjes die ooit bouwstenen van een paard waren, plotseling 400 of 500 jaar later tot een compleet nieuw paard konden samenklonteren. Of voor mijn part tot een olifant of tot een krokodil. Plato stelde dat de atomen van Democritus nooit een krokofant of oliedeel werden. Dat punt was het uitgangspunt van zijn filosofische beschouwing. Als je nu al begrijpt wat ik bedoel, kun je deze alinea overslaan. Voor alle zekerheid volgt hier een samenvatting. Je hebt een aantal Lego-stenen waarmee je een paard bouwt. Dan haal je de stenen weer uit elkaar en legt ze in een doos. Je kunt niet verwachten dat er een nieuw paard ontstaat door gewoon met de doos te rammelen. Zou de Lego-stenen helemaal vanzelf een paard kunnen vormen? Nee, jij moet het paard weer in elkaar zetten, Sophie. En als dat lukt, komt dat omdat er binnen in jouw hoofd een beeld van een paard zit. Het paard van Lego is dus naar een model gevormd dat voor alle paarden hetzelfde is. Kon je de vraag over die 50 identieke koekjes oplossen? Laten we aannemen dat je uit het heelal op aarde bent terechtgekomen en nog nooit een bakkerij hebt gezien. Dan beland je
Bij een verleidelijke banketbakkerij ziet daar 50 volstrekt identieke peperkoekjes op een plank liggen. Ik neem aan dat je je op je hoofd krabt en je verbaasd afvraagt waarom ze allemaal hetzelfde zijn. Wellicht ontbreekt bij één een arm, de ander mist misschien een stukje van het hoofd en in de buik van de derde zit een gat. Als je een tijdje hebt nagedacht, ontdek je waarschijnlijk dat alle peperkoekjes een gemeenschappelijke noemer hebben. Hoewel geen één helemaal perfect is, zal je toch dagen dat ze een gemeenschappelijke oorsprong hebben. Je kunt beseffen dat alle koekjes volgens één en hetzelfde model zijn gevormd. En dan, Sophie, en dan wil je opeens dolgraag dat model zien. Want het is duidelijk dat het model oneindig veel perfecter moet zijn. En eigenlijk mooier dan welke gebrekkige kopie ook. Als je deze opdracht helemaal alleen hebt uitgevoerd, heb je op net zo'n manier als Plato een filosofisch probleem opgelost. Zoals de meeste filosofen kwam hij uit het heelal op aarde terecht. Hij ging helemaal op het uiteinde van een van die dunne haren van de konijnenvacht zitten. Hij verbaasde zich erover dat alle fenomenen in de natuur zo op elkaar konden lijken en ontdekte dus dat dat kwam omdat er een beperkt aantal vormen is dat boven of achter alles wat we om ons heen zien is verborgen. Die vormen noemde Plato ideeën. Achter alle paarden, varkens en mensen zit de ideepaard, de ideevarken en de ideemens. Zo was er in de genoemde bakkerij peperkoekmannetjes, peperkoekvarkentjes en peperkoekpaardjes kunnen zijn. Want een echte peperkoekjesbakkerij heeft meestal meer dan één vorm. Maar voor elke soort peperkoek is een enkel model voldoende. Conclusie? Volgens Plato moest er achter de zintuiglijke wereld een eigen werkelijkheid bestaan. Die werkelijkheid noemt hij de ideeënwereld. Daar zitten de eeuwige en onveranderlijke modellen van de verschillende fenomenen die we in de natuur tegenkomen. Die opmerkelijke theorie noemen we Plato's ideeënleer.